In opdracht van het ministerie van Openbare Werken is het bedrijf Tjongalanga begonnen met het asfalteren van de weg naar Rikanau-Mofo in Mungo. Volgens districtscommissaris Olivia Domini van Marowijne Zuid is het start zijn een heugelijk feit, omdat het eerder gepland was door vorige regeringen, maar nooit van de grond kwam. Vandaag zal de regering Santokki Brunswijk het start zijn geven voor het asfalteren van de weg naar Rikanau-Mofo. Dit is voor ons een heugelijk feit, omdat wij in het verleden gehoopt hadden dat deze weg zou worden geasfalteerd. Jammer genoeg was dat niet het geval bij de voorgaande regeringen. Domini zegt verder dat goede infrastructuur in het gebied noodzakelijk is, zodat de ontwikkeling op gang kan komen. Goede infrastructuur brengt veel voordelen met zich mee. Een belangrijk voordeel van goede infrastructuur is het stimuleren van economische groei en ontwikkeling. Als goederen eenmaal zijn geproduceerd, moeten ze afgezet worden. Dit betekent dat er uitstekende wegen nodig zijn om de goederen tijdig te vervoeren, om zodoende vertraging te voorkomen, wat kan leiden tot economische en reputatieschade. Als burgermoeder van Marowijne Zuidwest ben ik ervan overtuigd dat door het asfalteren van deze weg de productie van de landbouwers in dit dorp zal vergroten. Domini zegt dat de infrastructuur broodnodig is, vooral omdat een overgroot deel van de bewoners van het Rikanau-Mofo-gebied landbouwers zijn. De burgermoeder zegt dat ze ervan overtuigd is dat de productie in het gebied aanzienlijk zal worden verhoogd.